Welkom bij onze sessie van Talking Buildings, met als titel van Living Lab tot Intelligente Campus. Naast mij staat Roland Hiemstra en die zal zichzelf even voorstellen. Ja, Roland Hiemstra, welkom bij deze keuzesessie. Leuk dat jullie bij ons willen aansluiten voor een half uur. Ik werk als programmadirecteur bij de Hanze Hogeschool en ik hou me specifiek bezig met digitale transformatie. En dit is een van de onderwerpen waarmee we aan het experimenteren zijn binnen de Hanze Hogeschool. Dankjewel. En mijn naam is Wieco Mulder en ik ben expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en data science. Kijk, een korte introductie, die hebben we gehad. Zal Roland straks vertellen in welke context we werken, over de Digital Society Hub. En dan zal ik iets gaan vertellen over een paar lopende projecten waarbij we van traditionele smart building, zoals we het zien en zoals het ook vaak misgaat, en dan vertellen over onze aanpak. En tot slot, als het laatste deel van de presentatie, gaan we het hebben over de aanpak en het loyaliteitsprogramma. Ja, even een korte schets van de context waarin we ons bevinden op de Zenicampus in Groningen. Bij de keynote al even TU Delft gezien, maar het Zenicampus Groningen, misschien wel het best bewaarde geheim van Nederland, snelst groeiende campus van Nederland, waar wij op het gebied van digitale transformatie bezig zijn met niet alleen onderwijsinstellingen, de Hanze Hogeschool en de universiteit, maar ook aanpalende bedrijven die daarin actief zijn. Nou, wij bevinden ons nu in het gebouw van de Digital Society Hub. Dat is een innovatiewerkplaats op het gebied van digitale transformatie. En in onze strategisch plan van de Hanze Hogeschool staat dat vanaf het jaar 2020, dit onderwijsjaar, iedere student een tijdje gaat doorbrengen in een van onze grote innovatiewerkplaatsen. Nou, digitale transformatie is een belangrijk onderwerp en een van de hoofdonderwerpen binnen de Hanze Hogeschool. En het is dus ook een van de plekken waar studenten in aanraking kunnen komen met digitale transformatie. We weten allemaal, en zeker naar die onderwerpen zoals vandaag hier behandeld is, dat een aantal doelstellingen voor smart buildings is gericht op of energie, of rondom facility is uitgebreid genoemd en besproken, of misschien wel als je in de omgeving van een smart building kijkt, dan is het meer over de mobiliteit. Het kan dus verder reiken dan alleen naar een smart building. Het gaat ook gauw via de smart environment, smart campus, naar een smart city. En dat speelt ook bijvoorbeeld veiligheid een belangrijke rol. Kunnen gebouwen ook informatie geven als zich een incident heeft voorgedaan op de campus, maar niet in een gebouw. Misschien wil je weten of er 's avonds ook nog mensen aanwezig waren die eventueel wat gezien zouden kunnen hebben. En dat was de situatie waar we 2 jaar geleden hier in Groningen mee te maken hebben gehad. En toen waren ons gebouw helaas nog niet van smart sensors voorzien. Heel vaak, en dat is toch even traditioneel even terug, denken mensen van smart buildings, oh, dat zijn gebouwen vol met sensoren. Mensen bouwen direct op die sensoren een zogenaamde monitorapplicatie. En dan kun je zien hoeveel energieverbruik of hoeveel mensen in een pand en kunnen mooie staatjes van maken. Maar eigenlijk, als we het even kritisch beschouwen, worden die monitorapplicaties vaak in het begin even gebruikt om de financier van de sensoren dan even, dus dat kan uitleggen wat je ermee zou kunnen doen. Maar daar blijft het vaak bij. En we hebben heel vaak gezien in sensorapplicaties dat het eigenlijk dan ophoudt. Dat mensen op dat moment onvoldoende nadenken over de business case van waarom was het er ook alweer. En dat die overzichten nou niet of nauwelijks worden geraadpleegd. En als ze al worden geraadpleegd, dan zijn ze vaak een soort silo-oplossing. Mensen kijken dan alleen maar naar het energieverbruik of alleen maar naar een output van deurtellers over hoeveel mensen het gebouw binnen zijn gekomen. En eigenlijk hebben we gemerkt in de afgelopen jaren in dit soort projecten dat je echt moet richten op het, nou we noemen dat desilofificatie, het uit de silo's halen van die individuele oplossingen. Want dat zie je in het derde plaatje rechts. De ervaring ook bij de CIO's is van ja, het is leuk, smart building project, maar als ik op een begroting kijk dan ja, nou ja, en dan wordt er opnieuw weer de business case van energie of mogelijke energiebesparing aangehaald. Maar toch merk je dat er dan toch wel wat strubbelingen zijn in die smart building trajecten. Nou, dat hebben we niet zomaar verzonnen of zo, dat zit middenin. Ik wil 2 projecten even noemen, kort. Eén is van 2 jaar geleden gestart. Dat ging over bezetting en benutting op de campus.
Alle leslokalen in gebouwen zijn voorzien van sensoren, waarbij er gewoon gekeken werd naar bijvoorbeeld CO2-verbruik of naar hoeveelheid beweging of licht. En daar hebben we wat analyses op gedaan, data verwerkt, maar vervolgens centraal gesteld, wat willen we ermee? En vanuit bezetting, benutting, roostering en dergelijke, waren er toch echt concrete vragen. Van, past dat roosteren wel? Dan zien we, hoe kan het dan dat er mensen op vrijdagmiddag niet aanwezig zijn en die gebouwen leeg zijn, terwijl het rooster aangeeft dat er lessen zijn. En via een dialoog met het gebouw is er in dit project getracht ook om die sensoren niet alleen data te laten uitspugen, maar dat je als het ware het gebouw kunt bevragen. Van, goh, hè, kan ik dan morgenmiddag gebruik maken van een zaaltje en lukt dat? Waarbij het gebouw zegt, nou volgens het rooster niet, maar de afgelopen keren, dankzij de sensoren, hebben een actueel beeld, was het zaaltje leeg. Een tweede project gaat over parkeren. En zou je zeggen, dat het niet op de campus. Nou ja, zoals ik straks zal herhalen, het is niet alleen voor op de campus. We hebben ook in smart city oplossingen te maken met parkeren. Of op andere manier gebruik maken van kantoorgebouwen. Is er plek? Dat is een beetje een centrale vraag. Is er plek? Maar je zou daar ook hotels bij kunnen bedenken. Maar als je het wil bestuderen, van hoe maken we dat nou slim? Kijk, het vorige project dat ik net noemde met die sensoren, dat bevond zich in één gebouw. Dit gaat tussen gebouwen. Dus waarbij je een dialoog kan hebben met één gebouw. Ik wil parkeren. Maar als dat nou niet kan, moet je dan jezelf richten tot een ander gebouw? Maar wat is slimheid dan in deze? Hè? Kunnen die gebouwen onderling een organisatie vormen? En veel sneller dan wij even overleggen. En zeggen, hé, maar wacht eens even, parkeerplaats B is ook dichterbij. Dus je kunt daar ook naartoe. En dat hebben we gemaakt. En dan heb je eigenlijk een smart, ja, smart organization van smart buildings. En om dat goed te kunnen doen, hebben we daarna data science vraagstukken gekeken. Van hoe kan zo'n gebouw dan leren of die dan überhaupt jou een suggestie moet geven. En dan moet je iets van de andere gebouwen weten. Een eigen model van wat verwachting is in de bezetting, maar ook een idee van een ander gebouw. Nou, dat is in de wereld van de data science kan dat met reinforcement learning. En zo worden die gebouwen, net als de mensen, of zeg maar inwoners van een stad, een actieve entiteit. En daar zit de gedachte goed achter. Daar komt ook onze Talking Buildings, onze visie vandaan. Als je gebouwen zo maakt dat ze zich ten dienste opstellen van hun gebruikers, dan doet ons dat denken aan hospitality en aan restaurants. En hè, vandaar die ober. En die bedieningservaring, dat vinden wij mensen prettig. En dat leidt ook tot een succes. Als je goed wordt bediend, als die ober goed jou weet in te schatten. En als jij als gebruiker je bediend voelt, dan wordt het een beleving. Ja, wat wij zien in de praktijk is dat er toch nog iets mist. En wat zeker ook het effect zou kunnen vergroten. En waarbij ook het resultaat van het uiteindelijke project zou kunnen vergroten. En dat is een loyaliteitsprogramma. Ik geloof echt dat ook de afdeling van facility management en vastgoed echt hun best doen om eindgebruikers erbij te betrekken. En toch zien wij in de praktijk dat het niet altijd goed lukt. En waarom vaak niet? Omdat het is misschien wel in het communicatieplan meegenomen dat de medewerkers voorgelicht zouden moeten worden wat over in hun gebouw zou gaan gebeuren. En dat het hele gebouw komt vol te hangen met sensoren. Alleen wat we daar nog in missen is dat het een beloning zou moeten opleveren voor diezelfde medewerker qua binding en inspanning. En dus wij pleiten er ook voor in een soort loyaliteitsprogramma om niet alleen de medewerker voor te lichten, maar ook daadwerkelijk te belonen voor binding en inspanning. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als je deelneemt aan een pilot, aan een living lab, waarbij je echt ook onderdeel van uitmaakt, dat je daar een beloning voor kunt krijgen voor je werkplek. Nou, een ander punt wat we veel om ons heen zien, is dat de projectleden van dergelijke projecten op een letterlijk en figuurlijk een te grote afstand staan van het project. Ze zitten vaak of op een andere afdeling, zitten of in een ander gebouw. En waar wij voor pleiten is een kleinschalig living lab te maken. Hè, dus waar je proefondervindelijk gaat uitvinden, uitproberen hoe het is om in een smart building te werken. Daar werken niet alleen de medewerkers van de desbetreffende afdeling, maar daar werkt ook iemand dagelijks vanuit het project.
Of daar kan zelfs een beslisser uit het project van facility management of van vastgoed werken. En wij geloven heel erg in niet een papieren rapportage of evaluatie. We geloven heel erg in medewerkers van het project met de doelgroep zelf laten ervaren, interactie laten opleveren, die uiteindelijk de bijdrage van het succes gaan vergroten. Nou, dit is even een voorbeeldje van onze context. Het is maar één gebouw en de dingen die daar worden gemeten, die zijn op zich niet zo spannend. Alleen we hebben het gebouw anders gedefinieerd. Wij zien dit echt niet alleen als een gebouw waar studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven in werken, maar wij zien dit gebouw als een living lab. En dus de mensen in dit gebouw, die ervaren ook hoe het is om nou in dit gebouw te werken. En er zou ook een optimale data-interactie moeten zijn tussen de mensen die hier in het gebouw werken en de mensen die dat faciliteren vanuit dat project. Ja, dan is er één die gaat van losse onderdelen naar een geïntegreerde aanpak. En dat kun jij toelichten, Nico. Kijk, zoals ik al zei, is de doelstellingen voor bezetting en benutting, rechtsboven even weer teruggehaald, maar ook doelstellingen voor energiemanagement, klimaatoptimalisatie, dat zijn business drivers voor die smart buildings. En tegenwoordig zie je meer en meer, omdat het al een tijdje gaande is, dat ook tijdens de bouw van objecten sensoren in het materiaal worden verwerkt. Of sterker nog, materiaal is soms een sensor. Nou, als je vorm en het doel en ook de actuele situatie door middel van die sensoren, als je dat dan combineert met het bedienen, het echte bedienen, dan heb je eigenlijk alle vier de ingrediënten om, om het even niet technisch te zeggen, om te ademen. Dan kan het object ademen in die slimme stad. Wat we in veel projecten zien, en niet alleen in onze projecten, maar ook in projecten om ons heen, is dat dat puzzelstukje van het bedienen vaak nog ontbreekt. En daarom willen we ook die gebruikers in onze eigen projecten ook onboord hebben. De facility manager is fijn als die in het gebouw zit, daar waar de sensoren moeten komen. En dus dat je ervaart wat het project doet. Ja, we wilden graag eigenlijk wel iets nieuws bij jullie introduceren, wat jullie misschien nog niet in deze context kennen. En zeker niet bij smart building projecten. Het is al vaak gezegd, de mens, de medewerker staat centraal. Wat heb je aan een slim gebouw zonder slimme mensen erin? Wat heb je aan een slim gebouw als er niet altijd in data interactie is tussen dat gebouw? En innovatie ontstaat vaak in andere vakgebieden om ons heen die wij weer slim insluiten in dit soort projecten. Wij zijn ervan overtuigd als we een loyaliteitsprogramma verbinden aan een smart building project, waarbij de gebruiker centraal staat en waarbij de inspanning en de binding van het project substantieel is, echt ontzettend belangrijk is voor het project, dat het ook een groot succes zal worden. Dat kan op een kleinschalige manier door gebruikers te betrekken in de pilot bij het project. En dus als het ware kan een team, een afdeling, een etage profiteren van binding, betrokkenheid en input die ze geven aan het project. Het is best wel bijzonder als je kijkt naar het totale belang van een dergelijk project binnen een grote organisatie, dat alleen vanuit het secundaire proces hieraan gewerkt wordt door standaard facility management of vastgoed, maar dat er niet ergens een centrale beloning is gesteld voor de medewerker om wie het uiteindelijk draait. Dat is best wel heel erg bijzonder. En wij zijn ervan overtuigd, op het moment dat je een loyaliteitsprogramma inzet, kan heel klein zijn, bij wijze van spreken van u doet mee aan het project, u levert input, u geeft ons feedback op hoe de systemen werken en hoe het is om in zo'n gebouw te werken. En daarvoor mag u uw eigen ruimte inrichten, samen met uw afdelingshoofd of uw directeur, waardoor u nog beter en nog makkelijker en nog veiliger kunt werken. En als het bijvoorbeeld 5 of 10 of 15% van het totale project is, als een soort project fee, dan zijn wij ervan overtuigd dat die mensen ook daadwerkelijk direct worden beloond voor inzet in loyaliteit in het programma. Nou, we kennen het vooral uit het zegeltjes sparen verhaal, wat
natuurlijk gewoon een marketinginstrument is. Maar het helpt ook degelijk om medewerkers te stimuleren om mee te doen. Nou, wat we vaak in de praktijk zien, is dat het heel erg vanuit een bepaalde afdeling is gedreven. Vanuit een soort, ja, de mens staat dan wel centraal, maar er staat altijd een reductie van kosten, staat daar achter. En we pleiten er ook voor om via een business case, waar op strategisch niveau over wordt beslist, om daar al in op te nemen op welke wijze je medewerkers dan gaat betrekken. En op welke wijze ze ook daadwerkelijk direct worden beloond in dat smart building project. Dus niet na afloop, na een jaar of na twee jaar. Als de input wordt geleverd en het is waardevol voor dat project, dan kunnen zij desgewenst op datzelfde moment ook nog dingen aanvragen waardoor ze hun afdeling of hun werkplek zouden kunnen veranderen. Wij adviseren om daarmee te experimenteren. Dat is met name kies voor een integrale visie en aanpak van het project. Kijken naar wat is het strategische doel van het project. En dat is niet alleen vanuit facility management of vastgoed. Dat is voor de hele organisatie. Zorg ervoor dat de medewerker centraal staat. Nou, dan denk ik dat jullie denken op dit moment, ja, dat deden we altijd al. En dat staat hier ook. En ook in de toekomst. Ja, alleen wat is de beloning voor de medewerker? Wat is de beloning voor de afdeling, de hele verdieping of het hele gebouw als zij meedoen aan dat project? En hoe worden zij er beter van? En niet na één jaar of twee jaar of drie jaar. Nee, hoe worden ze daadwerkelijk in dat project al beter voordat zij interacteren in jullie project? En dat zij ook optimaal kunnen werken in dit project. Nou, en een andere suggestie die wij doen is eindgebruikers en projectleden, maar met name ook directie, te betrekken en ze ook daadwerkelijk in het Living Lab te laten werken. En dat gebeurt niet vaak. Het is vaak decentraal in de organisatie waar dit soort projecten wordt uitgerold. Ik zou zeggen, starten twee Living Labs. Eén op directieniveau, bij wijze van spreken letterlijk en figuurlijk hoog in de toren, waarbij je beslissers al laat interacteren met data in datzelfde gebouw. En misschien een aantal verdiepingen lager, waar je een aantal andere afdelingen laat interacteren. En ook in een Living Lab. Wat dan interessant is, dat beslissers en mensen decentraal in het gebouw, die je bij elkaar kunt laten zetten, zo kunt laten vertellen hoe het is om in zo'n gebouw of in zo'n omgeving te werken. En wat het doet voor hun beleving. Wat ze daarbij anders ervaren. Ja, tot zover. Dan worden we het bij later gezien de tijd. Mochten er toch nog vragen zijn en opmerkingen of suggesties, dan onze mailadressen staan in beeld. Dus schroom niet ons te benaderen. Dank jullie voor het aanwezig zijn. Tot ergens. Dankjewel. Mooi, dankjewel.